Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over neurotransmitters. In de hersenen zitten heel veel zenuwcellen, oftewel neuronen. Deze cellen communiceren met elkaar via synapsen, waar het ene neuron met het andere neuron berichtjes kan uitwisselen en prikkels kan doorgeven. Hier zien we zo'n synaps. De presynaptische zenuwcel, de cel die voor de synaps zit en dus de prikkel wil doorgeven, laat blaasjes met neurotransmitters los in de synapsspleet, zodat de volgende zenuwcel, dat is de postsynaptische zenuwcel, het bericht kan ontvangen en hierdoor geprikkeld of juist geremd wordt. De neurotransmitters zijn dus belangrijke berichtstofjes die ervoor zorgen dat de hersenen hun werk kunnen doen. We hebben verschillende soorten neurotransmitters. We gaan nu alleen de belangrijkste behandelen. Stimulerende neurotransmitters zijn glutamaat en acetylcholine. Remmende neurotransmitters zijn GABA en serotonine, dat ook wel 5-HT genoemd wordt. En neurotransmitters die beide kunnen zijn dopamine en noradrenaline. De exacte functies van neurotransmitters is nog niet bekend. De hersenen zijn zo ingewikkeld en meestal spelen er zoveel neurotransmitters tegelijkertijd mee, dat we niet precies kunnen zeggen welk stofje nou precies wat doet. In grote lijnen zijn dit een aantal functies van de neurotransmitters. Glutamaat zorgt voor geheugen, leren en stemming. Acetylcholine voor spierzamentrekking, leren en het regelen van de rest and digest response, dus van de parasympathicus. GABA remt angst, maakt slaperig en zorgt voor een afgenomen concentratie. Serotonine heeft invloed op de stemming, geheugen, eetlust en seksuele activiteit. Dopamine speelt een rol bij bewegen, plezier, motivatie, leren en verslaving. Noradrenaline heeft te maken met concentratie en een verbeterd geheugen tijdens de fight-or-flight-respons, oftewel de sympathicus. Dan hebben we nog een aantal aandoeningen dat is geassocieerd bij problemen in deze neurotransmitters als er een tekort aan is of als er te veel van is. Een teveel aan glutamaat wordt geassocieerd met epilepsie. Ook kan een overstimulans van de glutamaat zorgen voor de celafbraak die we zien bij de ziekte van Alzheimer. Daarom kunnen er medicijnen worden voorgeschreven die de glutamaatreceptoren remmen, zoals memantine. Ook een gebrek aan acetylcholine wordt geassocieerd met de ziekte van Alzheimer. Er worden dan dus ook medicijnen gegeven die afbraak van acetylcholine remmen en de verergering zo proberen te vertragen, zoals het middel rivastigmine. Bij een tekort aan GABA kunnen we angst zien. Angst kunnen we remmen met anxiolytica, die de GABA-receptoren extra stimuleren. Dat doen de benzodiazepines zoals diazepam en oxazepam. Bij een tekort aan serotonine zien we stemmingstoornissen zoals depressies. Bij depressies worden daarom antidepressiva gegeven, die serotonine kunnen verhogen, zoals citalopram en amitriptyline. Een tekort aan dopamine leidt tot de ziekte van Parkinson en een teveel aan dopamine leidt tot psychoses zoals schizofrenie. Daarom geven we extra dopamine bij Parkinson, zoals levodopa, en remmen we dopamine bij schizofrenie met antipsychotica. Hier ga ik dieper op in het volgende filmpje. Een tekort aan noradrenaline kan een rol spelen in depressies. Ook hierbij kunnen antidepressiva worden gegeven zoals amitriptyline. In deze video heb je de basis over neurotransmitters geleerd. Je kent de belangrijkste neurotransmitters met hun globale functie. Je kent de ziektes die hierbij geassocieerd zijn en globaal welke behandeling we hierbij kunnen geven. Het volgende filmpje zal gaan over de neurotransmitter dopamine en zijn rol in de ziekte van Parkinson en psychoses. Hierbij ga ik ook dieper in op de behandeling van deze aandoeningen. Bedankt voor het kijken!